Goedendag en welkom bij de mei-uitzending van Magus TV. Onder andere vandaag opnames van de Kloosterwandeltocht, 20 jaar kunstvoer, Mind, Body en Beauty Day, Koningsspelen en in Haren heeft Henk Tielemans een lintje in ontvangst mogen nemen. Maar we beginnen vandaag de uitzending met Wie zit er op het bankje? Goedendag dames en heren en alle kinderen van Magus TV. Deze keer zit bij mij op een bankje Joost Quint. Welkom Joost. Dankjewel. Joost, voor de mensen die... Ik denk niet dat er veel mensen het niet weten. Maar jij was echt de verzekeringsadviseur van Mege, hè? Zou je kunnen zeggen, ja. Ja, want kan je een stukje van jezelf voorstellen? Ja, ik ben dus Joost Quint. Ik ben, voor het geval dat je dat dadelijk gaat vragen, ik ben een geboren Megenaar. Oké. Okay. Nog wel in het huis waar ik nu woon. Ja. En ik ben in Mege naar school gegaan en uiteindelijk in Os naar TBL gegaan. En daarna naar de hogeschool in Tilburg. Ja. We krijgen wel een waai erbij, zie ik. Ja, eventjes. Ja. Wacht even. En na de hogeschool in Tilburg ben ik bij de ING begonnen. Mm-hmm. Als accountmanager zakelijk en uiteindelijk was het zo dat in 1988 mijn vader vroeg of ik zijn kantoor over zou willen nemen. Ja. En toen heb ik gezegd, nou pap, dat lijkt me niks, want ik zit bij de ING en ik wil eigenlijk internationaal gaan werken. Ja. En dan is Mege niet de plek om te gaan zitten. En toen zei hij, nou ja, weet je wat je doet? Neem je progressiemogelijkheden mee die je bij de ING hebt. Dan leg ik hier mijn boeken open en dan moet jij zelf maar beslissen wat je doet. Ja. En ik heb dat gesprek met hem gehad en uiteindelijk dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk om in Mege te beginnen. Ja. Ja, goed. Wat ik zei, want ik ben een Megenaar en dat gevoel zit hier. Dus ik zag dat wel zitten en uiteindelijk heb ik daar de knoop doorgehakt en in 1988 hier in Mege begonnen. Oké, okay. Want dat heeft jou dus doen besluiten om hier dus te beginnen met de bank. Ja. Ja. En je hebt in tussentijd ook heel veel voor alle mensen betekend. Want ze kennen jou als Joost van de bank. Ja, ja. Dus... Dat heb je natuurlijk al gauw in zo'n kleine plaats. En ja. Toen ik startte in 1988 was ik alleen. Ja. En langzaam maar zeker is dat uitgebouwd... En elke keer kwam er weer nieuw personeel bij. Dus op een gegeven moment waren we met z'n achten. Ja. En dat was in de tussentijd al verdeeld over twee vestigingen. Eén in Mege en vanaf 2009 ook één in Lid. Ja. En in Lid was de grotere vestiging. Daar zaten een man of zes te werken. En in Mege in eerste instantie twee personen. Ja. Dat ze mij dan kennen als... Joost van de bank. Daar ga ik ook wel een beetje trots op, want uiteindelijk zouden ook de kracht van de kantoren zoals wij waren, zeg maar, of zijn, zou dat moeten zijn. Want mensen moeten eigenlijk niet naar een merk komen, maar mensen moeten eigenlijk naar een persoon komen die ze vertrouwen. Ja. En ik denk dat daar ook de basis is van het doen van financiële zaken, het scheppen van vertrouwen. Ja. Ja, maar nou lijkt me ook wel, want je woont dus bij de bank. Ja. Maar wat vindt jouw gezin daarvan? Ja. Vonden die dat altijd wel fijn dat die bank in huis was? Ongetwijfeld niet. Dat is een goede vraag. Het punt is dat ik ben opgevoed in dat huis
waar mijn vader al een kantoor had. Ja. Dus ik weet niet beter dat er tegen ons gezegd werd als we in de gang te veel herrie maakten van doe even rustig, want er zitten mensen op kantoor. Dus ik ben er zo mee opgegroeid en uiteindelijk heb ik mijn kinderen eigenlijk op dezelfde manier grootgebracht. Ja. We wonen in een groot huis, dus daar, we hebben het geluk dat we nog voldoende woonruimte over hebben. Anders was het wel moeilijk geweest. Maar ja, toen de kinderen klein waren, werd er natuurlijk aan alle kanten herrie gemaakt. Ja, dat is. Daar zijn kinderen voor. Ja. Ja. En dan moet je af en toe tegen ze zeggen van, ga maar naar buiten. Zo werkt dat. Weer of geen weer naar buiten. Weer of geen weer. Nee, nou ja, we houden er altijd rekening mee. We hebben er altijd rekening mee gehouden, zo moet ik het zeggen. En dat heeft ook te maken met beveiliging en dergelijke. Dus ja. Je moet altijd wel opletten. En als persoon, maar ook als gezin moet je rekening houden met het feit dat er ergens anders in huis mensen zitten die eventueel last zouden kunnen hebben. Maar goed, ja. En natuurlijk maak je mee dat je bijvoorbeeld mensen niet kunt helpen of dat je mensen helpt en dat later dan blijkt van ja, het was toch eigenlijk niet goed genoeg wat je verwacht had. Ja. Dat, maar goed, dat is persoonlijk dat ik dat vervelend Ja, dat vind je dan persoonlijk. Maar ja, ik durf te zeggen dat we 95% van de mensen die hebben we goed kunnen helpen, ja. Er zit altijd een percentage in wat niet goed gaat. Ja. Als ik dat mag aanwijzen als dat ik dat vervelend vind, dan hou ik het daar wel bij, zeg maar. Ja. Nou, ja. Nou ben je afgelopen december ben je gestopt. Ja. Ik denk met weemoed in je hart, of niet? Want dat is toch wel, dag in dag uit heb jij klaargestaan voor de mensen. Ja. Nou, met weemoed in mijn hart. Kijk. Als je zelfstandig bezig bent en je hebt personeel, dan zit er natuurlijk ook nog ergens een verantwoordelijkheid die je hebt voor de banen die je op je kantoor hebt. Ja. En ik heb me eigenlijk goed gerealiseerd dat er natuurlijk op een gegeven moment een moment komt dat ik denk, ja, misschien is het tijd om te stoppen. Alleen, ja, ik kan wel zeggen, ik trek de stekker eruit, maar dan zijn er nog 7 andere mensen die dan eventueel hun baan kwijt zouden raken. Ja. Dus ik ben 1988 begonnen. Ik dacht, nou, 30 jaar volmaken, daar vind ik een prachtige periode. En dan ga ik eens kijken wat er mogelijkheden zijn om eventueel een stapje terug te doen. En ik ben met het personeel in gesprek gegaan en ik heb tegen ze gezegd van, ik ga zoeken naar een methode zodat jullie je baan kunnen houden. En zodat in ieder geval de 2 kantoren die we hebben open kunnen blijven. Voor zover ik daar nog bemoeienis mee heb. Dat uitgangspunt heb ik gepakt en heb ik vastgehouden bij de gesprekken die ik heb gevoerd met mogelijke overnamekandidaten. En in de eerste gesprekken kwam ik kandidaten tegen die zeiden van ja, wij willen wel overnemen, maar dan gaat die vestiging dicht en dan moeten die mensen naar Nijmegen. En nou ja, daar heb ik gelijk afgekapt. Ja. En uiteindelijk ben ik een partij tegengekomen die de filosofie heeft dat ze goedlopende kantoren over willen nemen, maar dat ze zo weinig mogelijk willen veranderen. Omdat ze zeggen, ja, de kracht van een kantoor zit hem in het personeel en in de klanten. Ja. En als dat een goede combinatie is, dan willen we dat ook voor de toekomst behouden. Dus daar gaan we geen verandering in aanbrengen. Nee. Toen heb ik gezegd, nou, als jullie dat willen, dan zou dat voor mij een fantastische stap zijn. Want dat geeft mij de mogelijkheid om een stapje terug te doen, terwijl alles toch gewoon doordraait. Door kan gaan. Daar heeft niemand pijn van. Nee. Nou ja, die mogelijkheid deed zich voor. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment gezegd heb van... Dus mensen, toen jij stopte, waren mensen ook echt bang dat de regiobank ook verdween hieruit mee. Hè? Ja. En zit er nog wel in het vat? Of wat denk jij? Nee, ik verwacht eigenlijk van niet. Ik heb toen wel bij de overname, zeg ik net, van wel bedongen van ik wil wel graag dat de 2 kantoren open blijven. Maar het woordje graag in die zin, dat geeft al aan dat op het moment dat ik het overdraag, en de ander zegt, prima Joost, dat doen wij. En als ze dan over 3 jaar zeggen van ja, maar we gaan toch wat veranderingen aanbrengen. Ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nee. Maar de basis en het uitgangspunt, en dan weet ik dat bij de Veldsink-familie, want dat is een Brabantse familie, die heeft denk ik ongeveer 30 van zulke kantoren zoals wij zijn. En die zijn daar heel zorgzaam voor. Die hebben wel in de filosofie om het allemaal te houden. Alleen stel, het zou minder gaan, economisch gezien. Ja, dan kan er van alles gebeuren natuurlijk. Maar dat zou in mijn periode ook hebben gekund. Dus. Ja. Nou ben jij
wel een beetje met de stille trom vertrokken, Joost. Klopt. Is dat bewust gebeurd? Ja, dat is echt bewust gebeurd. Er zitten twee dingen aan. Eén, nou ja, ik hou er ook niet zo van om in de belangstelling te staan. Dus ik heb van tevoren al gezegd van jullie kunnen van alles regelen. Maar ik ga niet een receptie houden en daar het middelpunt van de belangstelling zijn. Wat ik wil is, ik wil dat alles gecontinueerd wordt. Ja? En de beste methode om zonder rumoer alles te continueren is om zelf gewoon een stapje terug te doen. En alles gewoon door te laten draaien. Ja. En dan kijk, op het moment dat je daar festiviteiten aan gaat koppelen, dan komt er een hoop reuring. Ja. En dat geeft toch altijd weer onrust. Ja. En dat wil ik helemaal niet en dat hoef ik helemaal niet. Ik heb een fantastische tijd gehad en ik heb heel fijn gewerkt met mijn personeelsleden. En ik vind het leuk om te kijken hoe dat doordraait. En ik doe gewoon een stapje terug. En ik denk als ze mij ergens voor nodig hebben, en dat gebeurt nou af en toe wel, dan bellen ze. Ja. Dan help ik ze om iets op te lossen. Of, fantastisch. Een groot feest. Nee. Dus daar gaat er dus ook niet komen, een officieel afscheid. Nee, gaat er niet komen. Hè, we jammer nou. Ja, jammer. Dat is wel echt jammer. Nou, ik weet nog van mijn, toen ik trouwde, dat is al een tijd geleden, was in 1995. Toen hebben wij receptie gehouden en toen stond echt een rij buiten Acropolis tot aan bovenaan de trap, want we zaten boven in de oude toneelzaal. En dat vond ik fantastisch, hartstikke leuk. Maar ik heb gezegd, ja, ik ga daar nou, daar gaat dat weer gebeuren. Ja, dat gaat weer gebeuren, ja. Ja, daarom. Dus ja. Ik vind het zo geweldig. Nou, dat is ook zo. Dankjewel dames en heren voor het kijken. En wie weet zit jij de volgende keer bij mij op een bankske. Bankske van Meden, door wordt mij geluld. Het bankske van Meden, in een bom op de vult. Als je nog mis kon huren, dan wier je nog gek. Hij zit dan van treur, wat geluld is de nek. Op zondag 7 april vond de 19e editie plaats van de Kloosterwandeltocht. Ze hadden 550 deelnemers.
Wat een nieuw en geslaagd evenement was, was de Mind, Body and Beauty Day in Acropolis, georganiseerd door onder andere Megis Ondernemers. Ja. Nou, we staan hier op het plein bij Acropolis op de MBB-dag. Mirjam en Willeke, de organisatie van vandaag. Vertel eens wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Nou, er gaat vandaag van alles gebeuren. Alles rondom de thema's mind, body en beauty. En natuurlijk nog lekker wat te eten erbij. Ja, dan moet je denken aan allerlei sessies, allerlei activiteiten rondom die thema's. Verder hebben we nog een beurs waar iedereen gewoon ook aan kan kijken. Dus eigenlijk van alles wat. En hoe zijn jullie eigenlijk samen op dit idee gekomen, Willeke? Ja, dat is een hele spontane actie geweest. Want we werken eigenlijk en we organiseren het ook vanuit het gezondheidscentrum in Megen. Daar zijn als ondernemers met hun praktijken zijn aangesloten bij het gezondheidscentrum Megen op initiatief van jou, hè, Mirjam. En om onszelf toch wat beter op de kaart te zetten, hè, want we zijn ook nog maar net begonnen met z'n allen. Ja, was het een hele spontane actie van nou, wat zullen we eens gaan doen? Nou, dit is het geworden. Wel een beetje buikpijn van tevoren, want het is een beetje groter geworden dan we gedacht hadden. Maar ja, super. Ja, super. En op wie richten jullie je met deze dag? Ja, we richten ons eigenlijk op iedereen. We hebben ook voor kinderen hebben we activiteiten en verder voor de volwassenen. Maar het is echt een dag aandacht voor jezelf, zo noemen we het ook. Dus ja, dat is ook echt de bedoeling. Dus los van alles komen en eens even net iets anders doen dan we in ons dagelijks leven eigenlijk allemaal doen. Dus voor iedereen. Nou, we zijn een paar uurtjes onderweg. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, volgens mij kunnen wij heel tevreden zijn. Hè? Ja. Voorzichtig maar. Want het loopt allemaal. En ja, weet je, kijk, het ziet er gewoon superleuk uit. Maar goed, hè, de wandelaars van de kloosterwandeltocht, ja, die zijn er ook bij. Dus het is een heel gezamenlijk ding. En vooral hiervoor op het plein. Dus ja, super gezellig. Workshops, nou, de eerste peilingen zo van nou. Mensen vonden het echt heel erg leuk tot nu toe. De beurs, daar is ook bedrijvigheid. Ja, ik denk, komt goed. Nou, heel veel succes en plezier vandaag in ieder geval. Ja, dankjewel. Ja, als het ware gaat ophopen in de haargrens. En dan loop ik daarna. Wat een handige tip. Nou, je leert wel wat hier. Ik dacht met mijn vingers. En dat doe ik echt niet bij mezelf elke dag. Maar wel als ik iemand opmaak, want dan wil je dat het toch extra netjes is. Kijk, dan komt er dit nog vanaf. Zo. Wat is dat? Even kijken. Dat is wat is. Ja, daar.
Dit jaar vonden de landelijke koningsspelen weer plaats en de drie scholen uit Megen, Haren en Megaren deden hier ook weer mee. Dit op Sportpark Den Heuvel in Megen. Ja, beste mensen, we zijn hier vandaag op het sportveld en ik zag een juffrouw Suzanne is het, hè? Ja. Even vragen, wat is eigenlijk de bedoeling vandaag van deze dag? De bedoeling is dat we de koningsspelen vieren met alle kinderen van drie scholen, van de Eiber, van de Lambertenschool uit Haren, de Linde uit Magaren en de Klimop uit Megen. En zo spelen we samen allerlei leuke sportspellen. En je wordt begeleid door ouders of leidsters of van het SEC of hoe werkt het? Nee, we hebben een werkgroep met leerkrachten en ouders en die organiseren deze dag. En we hebben een gymdocent en die helpt mee met de organisatie. En wat voor spellen doen jullie dan allemaal? We hebben in de ochtend hebben we allerlei spelletjes waarmee ze punten kunnen halen. En aan het einde van de ochtend worden alle punten geteld en dan komt er een sportwinnaar uit per groep. En in de middag hebben we 5 clinics. We hebben een bootcamp, we hebben een judo clinic, we hebben een hockey clinic, we hebben een jumping fit clinic. En we hebben nog een grote stormbaan waar ze op mogen, dus allemaal leuke dingen. Het ziet er allemaal mooi uit, alleen het weer zit een beetje niet mee. Het is wel een beetje fris, maar de kinderen hebben het naar de zin. Dus, En de onderbouw die blijft tot een halve dag en de andere een hele dag? Ja, groep 1 en 2 die hebben boerderijspelletjes gespeeld. Ja. En er zijn allerlei leuke spelletjes met aardappels gooien en tractorrijden en allerlei dingen. En die gaan om 12 uur, die zijn nu lekker aan het eten en die gaan daarna weer naar huis. Ik heb ook gezien dat jullie ook aan gezonde voeding doen. Ja, dat is ook een beetje het thema van de Koningsspelen, landelijk thema. Dat het gezond is om te ontbijten voordat je gaat sporten. Dat er een gezonde lunch is en dat je veel water drinkt. Komt de koning ook nog vandaag? Helaas, dat zou wel heel mooi geweest zijn. Maar die gaat op bezoek. Waar ging je naartoe? Volgens mij in Lemmer, in Friesland. Ja. Oké, okay, dat zou wel leuk zijn. Bedankt voor dit interview. Oké, okay, graag gedaan. Ja, oké. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Op het springkussen. Op het springkussen? Ja. En waar kon je dan op de koppetje duikelen? Ja. En nou zijn jullie lekker aan het eten? Ja. En wat hebben jullie dan? Gezonde voeding? Ja? Ja. Lekker allemaal gezond eten, hè? Doe je dat thuis ook? Allemaal gezond eten? Ja. Of doe je dan wel eens snoepjes eten? Nee. Nee? Sinaasappel, appels? Ja. Ja. En hadden jullie goede begeleiders? Ja. En hoe heet jij eigenlijk? Mechelen. Ja. Nou, dankjewel. Hè. Ja, heel goed. En uit door. Dribbel. Oké, kom op, hè. Ik weer op middag een ijs zit. Krijg je voeten nog een bite. Oké. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Blik gooien, gimmen, voetballen, touwtje trekken, sprinten,
Met een zak. En dan moet je zo snel mogelijk springen. Ja, ja. Van alles. Nou, dus het was allemaal leuk spelletjes. Ja. Ja. Doe je nog meer sporten? Doe je ook nog andere sport? Gewoon in het weekend? Ben je erg bij een club of zo? Ja, bij Vita. Bij Vita, bij de voetbal. En dat vind ik ook leuk. Ja? En ze hadden ook springkussen, zag ik, hè? En jullie krijgen nou ook gezond eten, hè? Doe je daar altijd? Meestal wel. Ja? En wat kregen jullie dan voor gezond eten? Appel. Ja, dat was het eigenlijk, appel. Ja, maar dat was allemaal gezond. En gaan jullie nou ook nog door vanmiddag? Ja. Ja, wat ga je dan nog doen? In de gymzaal misschien? Weet ik niet. Dat weet je dan niet. Oké, okay. Nou, veel plezier nog, hè? Ik denk wel trampoline springen. Oh, trampoline springen, dat vinden we leuk. Ja. Oké, okay. Nou, veel plezier, hè? Kunstvoer had een speciale expositie in verband met hun 20-jarig bestaan. De inwoners van Megen mochten zelf een vorm van kunst aanleveren in de breedste zin van het woord. Niels hier, ik heb het gelukkig al gezien, maar nog niet iedereen heeft alles gezien wat er is binnengebracht en het is echt geweldig. Ik wil als eerste alle deelnemers die iets gebracht hebben, alle Megenaren die meegedaan hebben aan deze expositie, heel erg bedanken voor hun leuke en mooie of lelijke bijdrage. Wij zijn hier 2 dagen bezig geweest met alles te verzamelen en we zijn verbaasd geweest van de mooie verhalen die we erbij te horen kregen. Soms verhalen met een lach, soms verhalen zelfs met een traan. Het was echt bijzonder. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. We dachten, oh, mensen komen iets brengen en wij brouwen er wel wat van. Nee, het is echt, we hebben hele bijzondere verhalen gehoord en ik hoop zo dat de mensen dit weekend die verhalen ook aan elkaar kunnen vertellen. Dat is echt heel mooi. Verder wil ik namens de hele groep ook jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen wat jullie aan ons geven. Want er staat nogal wat. En misschien niet allemaal dat het in geld zoveel waard is, maar er zit zoveel emotionele waarde aan.
Dus ik hoop ook dat iedereen heel voorzichtig is met elkaar spullen. Oké. Ik heb erover nagedacht met deze opening. Hoe kan ik jou bedanken? Zoals de meesten van jullie weten, heeft Huub van, behalve de mensen die pas donderdag wat kwamen brengen, heeft Huub van iedereen die binnenkwam een foto gemaakt. Met hun spullen. En zoals jullie weten, Huub kan dan amateurfotograaf zijn of je, maar ik vind Huub echt een geweldige fotograaf. En ik denk dat jullie dat allemaal kunnen beamen. Huub, ik heb erover nagedacht, wat kan ik jou zeggen? Hoe kan ik jou bedanken? Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik dacht alleen, er zijn geen woorden maar daden. De afgelopen dagen heb ik alleen maar daden gezien. Het was aanpakken, het was doorwerken, het was genieten van hoe jij daar in jouw hokje bezig was met de mensen. Maar ik wil nog iets doen. Ik rijd dit ding even aan de kant. Want wij hebben de afgelopen 5 jaar gemerkt, toen Acropolis hier, dat zover hoeft ook weer niet hoor. Ik heb een briefje zo nog nodig. Toen Acropolis 5 jaar geleden opnieuw geopend werd na een grandioze verbouwing. 6 jaar. Bij 6 jaar, oké. Toen heeft Huub Remmen in opdracht van Acropolis deze prachtige foto gemaakt. Waar gewoon een tapijtwand is, dat het geluid hier geabsorbeerd wordt. En komt goed. Of jullie allebei een puntje willen pakken. Wat ik dan? Maakt niet uit. Eentje hier. Zal ik hier gaan staan? Eentje daar. En eindelijk wordt het bordje onthuld en vergeet niemand meer. Huub Remmen heeft deze prachtige foto gemaakt. Tadaa! En graag een heel groot applaus voor dit mooie. Dankjewel voor deze klus. Dan wil ik niet vergeten. Zaterdag 13 april was het weer de Megische plantenruilbeurs bij Acropolis. Oftewel, plantjes voor een prikkie. Ja.
verlof opende dit seizoen zijn deuren op 26 april weer voor het publiek. Op deze dag werd er een plantje vernoemd naar Titus Brandsma. Die omsloten tuin rond kunnen wandelen of soms rondleidingen krijgen. Een tuin die beheerd wordt door een team van mensen, dat is zo'n 25 bij elkaar, ja, die of in de grond uit roeten zijn en plantjes zetten, of gastheer of gastvrouw zijn, of bestuur zijn. Omdat namelijk vandaag een van de leden van de Hof van Lof, die altijd in de tuin aan het roeten is en dik in de 80 is, een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Dick Rosa. Ik hoop echt dat we namens alle deelnemers aan de Hof van Lof het goed hebben gedaan door te zorgen dat daar bloemen bij aanwezig zullen zijn namens de Hof van Lof. Want we konden er vanochtend niet bij zijn, we kunnen er vanmiddag ook niet bij zijn omdat dit programma hier ook aan het draaien is. We zijn met een paar mensen hier bij elkaar, ja, en proberen deze ruimte wat te vullen. Goedemiddag vanmiddag en ik ben blij verrast door zo'n grote belangstelling voor vanmiddag. Titus speelt al een hele tijd een grote rol in mijn leven. Ik ben, al bijna vanaf 1995 zijn we Karmelbeweging. Ik ben lid van Karmelbeweging, de leken in de Karmel. En op enig moment is Titus in mijn leven gekomen in die jaren. En ik ben geboren Ossenaar. Dus in Os, daar kwamen nogal wat dingen van Titus tegen. Dus ik heb mijn verhaal opgebouwd, vooral met afbeeldingen. De beraadslagingen en advies verlaat hij de Franciscanen in Megen en gaat naar de Karmel van Boksmeer. Nog een foto van de tijd hier in Megen. Ja, of 16 al hier geweest. De verrukkelijkste bloemen is voor Titus de zonnebloem. Die staat voor hem voor de liefde en de vereering van Maria. Jullie hebben al begrepen, Carmen, onze lieve vrouw van de berg Carmel. Titus had een enorme vereering voor Maria. Als je straks de dia's hebt gezien, op zijn kamer overkomt het Mariabeeld terug. Zo verheft daarboven de zonnebloem zich boven de groene bladeren. Hij zegt eigenlijk, we komen eerst van die prachtige groene bladeren en dan ontstaat daar dus die zonnebloem. Maken, daar is nieuw water gewijd. Ik zei, ja, is het nou ander water dan zelfs gewoon water? Wijden van iets, denk maar aan palmtakken en zo, of de assen van Ash Woensdag, of het water in de Paasnacht, is eigenlijk het gewone van alle dag, het gewone water uittillen tot een teken
van Gods aanwezigheid onder ons mens. In de Heilige Geest. Amen. God, laat dit zaad wat hier in de grond komt, om teken te zijn van aanwezigheid van u in ons leven. Laat het zaad het symbool zijn voor degene die wij vandaag bijzonder gedenken. Titus Brandsma, die zijn leven heeft gegeven voor de waarheid. Geef het ook wij in deze tijd van deze nieuwe eeuw opnieuw die waarheid blijven verkondigen. Dat uw liefde groter is dan alle agressie en alle haat die we met elkaar kunnen verspreiden. Wij vragen u dat door Christus onze Heer. Amen. Wat gebeurt er nou? Zijn dankzij de grote droogte van het vorig jaar. Maar we groeien weer en we bloeien weer. En alles is uit bomen en struiken al tevoorschijn gespoten. Ik wens je een goede middag toe hier in de tuin. Koningsdag had een aangepast programma vanwege het slechte weer. Ondanks dat toch een leuke dag voor de kinderen. Weer vind ik het eigenlijk toch wel een stralende dag. Jullie staan er, jullie waren vanochtend al heel vroeg op om iedereen wakker te maken. Dus klonk goed. Welkom burgemeester Buijs. Welkom Wim, onze voorzitter. En Jules,
Die heeft vanochtend ook meegelopen. En ik wil het woord geven aan de burgemeester. Normaal, ik vind het altijd een feest om hier de Koningsdag te beginnen. En als ik hier dan 's morgens op bordes sta en je hoort zo langzamerhand de muziek aankomen, dan hoop ik alleen maar dat iedereen in Meegens realiseert, dat kun je alleen maar doen als je het samen doet. En er zijn gewoon kinderen nodig die muziek spelen. En ik zag, we zaten straks aan het ontbijt met de blazersklas en de kinderen uit het koor. En wat vind ik het ontzettend mooi dat jullie dat doen. Want het geeft heel veel plezier. En ik wil hier nog heel lang staan met een fantastisch orkest. Dus wat willen we nog meer? Het weer valt een beetje tegen, maar de versiering niet. Er zijn hier twee fantastische koningen. En die zien er geweldig uit. En dat oranje overal is natuurlijk fantastisch. We gaan er een prachtige dag van maken. Ik wil jullie weer bedanken dat ik in Meegen heb mogen starten vandaag. En ik ga zo samen met Jules tijdens het Wilhelmus gaan we de vlag hebben. Kunnen wij goed kijken welke mooiste fiets is, maar ze zijn eigenlijk wel allemaal mooi, hè? Ja. Hij is nog niet bewust ervan. Kijk dan. Ik heb zo'n mooie fiets. En de oranje jas aan. Ja, hè? Een beetje spannend. Nou, kijk eens. Ja, een roffeltje erbij. Applaus. En dan heb... Want die zijn, die is voor twee broertjes. Ja, kijk, met kroontjes op. Dus dan moeten ze samen delen. De ene week de ene en de andere week de andere de medaille. Afgesproken?
Goed zo. Applaus, roffeltje. Uit Haren is op vrijdag 26 april koninklijk onderscheiden voor al zijn vrijwilligerswerk. Dag beste kijkers, we zijn hier vandaag in Haren en we zijn bij Henk Tielemans. En die heeft afgelopen week een lintje gekregen van de koningin. Henk, namens alle Magische TV-kijkers, proficiat natuurlijk met jouw koninklijke onderscheiding. En was je verrast? Ja, gedoet van alles. Bij verschillende verenigingen en je weet wel dat er zo'n lintjes zijn. Maar ja, ik had er nou helemaal niet op gerekend. Helemaal niet. Nee, 100% verrast. 100% verrassing dus ja. Eigenlijk. Want hoe ben je eigenlijk naar de gemeentehuis gelokt? Ja, ik ben, normaal houden ze daar gewoon altijd stil en lokken ze iemand naar het gemeentehuis toe.
Maar nou, afgelopen donderdag, toen lag mijn moeder gewoon op sterven. Die was bezig met afscheid nemen van ons allemaal. En toen vertelde op een gegeven moment mijn broers en mijn zussen en mijn gezin dat ik een lintje zou gaan krijgen. Ja, en dat maakte op ons man wel zoveel indruk. Ons pap heeft vroeger ook ooit een lintje gekregen. En, en ons pap een lintje en ik er nou eentje zou krijgen. Ja, dat deed ze emotioneel zo heel veel. En toen zei ze ook van, die wil ik zien. Dat wil ik meemaken. Daar wacht ik op. Ja, ja. Ja. Dus ja, en toen was voor mij de grootste verrassing. Kijk, het plan bij hun bedacht gaat om mij naar het gemeentehuis toe te lokken. Ja, dat viel dus toen nou wel in duigen. Ja, ja. Maar ja, dat ons man dit nog mee mag maken. En dat hij daar ook nog allemaal heel bewust meegemaakt gaat. Ja. Ja, dat is wel een mix van emoties dan op zo'n moment. Maar, ja. 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 Want wie is eigenlijk Henk Tielemans eigenlijk? Wie is dat eigenlijk? Ja, Henk Tielemans hier in Horen is wereldbekend. Ja, dat klopt. Ik ben 57 jaar. Ik ben getrouwd met Petra. We hebben 3 kinderen. Tijn, Sanne, die heb ik eerder met Job, en Stef. De kinderen zijn 26, 24 en 22. Nou, ik ben geboren en getogen in Horen. En ja, ik ben hier van kleins af aan eigenlijk altijd al bij allerlei verenigingen geweest. En ja, dat is blijkbaar opgevallen. Ja, want dat lintje, dat krijg je niet voor niks natuurlijk. Want waar ben je overal actief in geweest, Henk? Ja, hoeveel tijd hebben? Ja, probeer. Ik heb er stukken 4 uitgehaald uit de dinges. Maar het was bij de Harense Trog, heb ik begrepen. Ja. De KPJ. Ja. KPJ, Katholieke Plattelandse Jongeren. Betekent dat nog steeds? Ja, ja, zeker. Ja? Katholieke Plattelands Jongeren. En wat doen die nou nog? Nou, wij zijn nog steeds met een clubje. We zijn in 86 zijn we heropgericht. Toen ben ik ook als nieuwe bestuurslid gekomen. Ook al direct als voorzitter gekomen. Ja. En vanaf die tijd zijn we nog met een man of 11. Daar we elke zondag handballen. Ja, op het handbalveld in Haren. Nee, op het handbalveld. Op het handbalveld, ja. Dus ik zit bij de KPJ. Al vrij snel ben ik toen ook opgepikt, zomaar te zeggen, door de Oranje Vereniging. En vanaf die tijd zo ongeveer ben ik ook al voorzitter zeg maar, van Koninginnendag en nou Koningsdag. Ja. Dus zijn we ook nog even geweest. Van de week dus dan met die spelen. Bij de PIOS, jeugdvereniging hier in Haren. Bestuur gezeten, vicevoorzitter geweest, voorzitter geweest. Ja, bestaat die nog, de PIOS? Jazeker, zeker, ja. Zeker. Elk jaar of elke week organiseren we nog een avond voor de jeugd. En elk jaar gaan ze ook een keer op kamp. Ja, ja. Verder zit ik bij de ZLTO. Ik ben voorzitter ook geweest van de NCB, afdeling Mergehoorn en Macheren. Dat is een vakbond voor de landbouwers? Of ja, ja, ja. Een belangenvereniging voor de land- en tuinbouw. Ja, ja, en ja. Daar staan hier in de regio met name rundvee, varkens. Dus, maar niet zozeer het akkerbouw, dat is gewoon wel klanten, maar het zit er ook bij. Ja. Ik zit op dit moment ook een beetje in de kernraad hier van Haren. Ja. Ik ben actief bij het CDA. Ik zit in de ledenraad van de Rabobank. No. Ja, en bij de ZLTO zit ik bij een aantal activiteiten mee boeren kerstroute organiseren. Nieuwsbrief knutsel ik mee in elkaar. Dat lijkt wel een beetje op de trog. Ja. Afdeling PR, landbouw en samenleving. Ja. Dus, en dat is allemaal te combineren met jouw werk en met jouw gezin en met jouw vrouw. Ja, het is ooit wel een beetje, soms hebben we bepaalde dingen die op dezelfde dag zijn en dan moet ooit weer wat geschoven worden, maar het gaat altijd. Ja, ja. Dat betekent wel dat je niet zoveel televisie hoeft te kijken. Nee, dat klopt. Die ervaring heb ik ook. Ja. Ja. Maar de dag op zichzelf, hoe was die? Hoe vonden die daar bij het gemeentehuis? Ja, ook dat was heel gemixt nauw. Ja. Dubbele gevoel. Ja, absoluut. Ja. Geweest dat ons mam thuis lag te wachten, dat hij dat Ger wou zien, dat hij trots was. Burgemeester heeft dat ook heel mooi gedaan. Die was uiteraard ook op de hoogte. Dat was medegedeeld. Die pikte dan ook wel goed op. We zijn als tweede, was ik aan de beurt. En toen zijn wij, heb ik mijn lintje opgespeld gekregen, een bos bloemen gekregen. En toen zijn wij ook gewoon direct naar huis gegaan, naar ons mam toe. Hebben dat eens laten zien. Ja, dat was ook best emotioneel onder. Ja. Maar vooral ook trots. Die glimlach die kwam terug op het gezicht. Ze wist dat ze niet lang meer had. Maar ze heeft dit nog heel bewust meegemaakt. Nou, toen dat dus ook even ingedaald was, zijn wij weer teruggegaan naar het gemeentehuis. Voor die groepsfoto. Voor die receptie. Ja. Nou, dat was nog weer even heel gezellig. Toen zijn we weer teruggegaan naar ons mam toe. Ja, en dan zitten we in zo'n emotionele rollercoaster. Hè, dan. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat was, ja...
Maar ja, onvergetelijke dag eigenlijk. Absoluut. En zeker ook die combinatie van, van die emoties. Ja. Absoluut. Ja, ja. En jouw lintje, krijgt hij nog een speciale plek hier? Of, Ja, dat zal wel. Ja, in ieder geval in mijn hart. Ja. Heeft zeker een apart plekje, maar het zal hier in huis ook nog wel een apart plekje krijgen. Maar daar hebben we het nog niet over gehad. Want hij, maar ja, die zal wel ergens opgehangen worden. Dat zal wel iets, want je mag het niet altijd dragen, geloof ik. Hè? Nee. Ja, ik heb al stiekem een keer gezondigd. Ja. Met de Koningsdag. Ja. Maar dan mag dat toch, met de Koningsdag? Dacht dat weet ik niet. Mag ik dacht dat het met de Koningsdag, maar daar zijn uitzonderlijke dagen. Daar mag het, geloof ik. Maar ja. Ik weet het ook niet zeker, maar ik geloof het wel. Nou, want daar was ik dus nou toch ook weer even bij om mee die vlag te hijsen. Ja. En toen had ik hem natuurlijk ook on en ook hem te laten zien natuurlijk, hè, dat het werkelijk waar was. Ja. Dus een dag om dus nooit meer te vergeten. Helemaal niet, nee. Het is een hele, ja, en ook de reacties die je dan daarna krijgt, de felicitaties, de kaarten, de WhatsApp ontploft gewoon op dat moment. Ja. Dan kunnen we op dat moment niet direct alles beantwoorden. Het is geweldig. Dus een mooie afscheid. Ja. Ik zou zeggen, nou, je hebt hem dik verdiend. Hè? Want als je allemaal opgenoemd hebt, het is zoveel natuurlijk. Dan waren echt wel eens echt een biertje op drinken natuurlijk op die dag. Dat hebben we ook gedaan. Maar alleen tijdens die receptie, nou, omdat het nou anders liep. Ja. Maar we hebben wel afgesproken met de verenigingen en met de mensen die mijn vurk gedragen hebben. Nou, dat was eigenlijk de bedoeling dat we hier dan nog een soort surprise party zo'n krijgen. Ja, dat is nu nou niet doorgegaan. Ja. Maar we gaan dat vieren. Ja. Als je wat kunt vieren, moet vieren. Ja. Weet je ook, weet je, Henk, wie jou voorgedragen heeft? Ja. Oh. Dat zijn Tony Hoefnagels en Kitty Hendricks. Die kwamen vorig jaar hier bij de Koningsdag ook weer voorbij gefietst. En die zinnen tegen elkaar, moet eens kijken hoor. Toen stuit hij nog weer. Ja. Zijn kinderen zijn al veel te oud over. Die doen er geen van allen met me mee. Die hebben er niks meer mee te maken. En dan stuit hij. Ja. Hij doet maar door. Ja. En die hebben toen tegen elkaar gezegd van, wij gaan hem veel dragen. Ja. Nou, dan hebben ze dan Roel van den Kamp bij betrokken. En dan vanuit de PIOS, vanuit de NCB ZLTO, vanuit de KPA, vanuit de Horse Trog, vanuit Koningsdag. Van die activiteiten samen hebben ze mij dus dan veel gedragen. Ja. Want die moeten er ook nog heel wat voor doen, hè? Ja, als je dat zo hoort, dan hebben ze toch nog wel wat moeite voor moeten doen. Voordat dat allemaal geregeld is en voordat het zo wijd het, dat dat ook allemaal geregeld is. Ja. Die hebben zo'n WhatsApp-groepje aan ze gemaakt. Ja. En ja, die hebben toch behoorlijk wel overleg gehad. Ja. En ik wist niks. Ja. Ik nou, wist niks. Mooi. Mooi, Henk. Je hebt het dik verdiend. En geef het een mooie plek natuurlijk. Ja, en dus nogmaals, proficiat namens alle kijkers. En ga zo door, zou ik zeggen. Ja, die verplichting die zit er nou wel op. Hè. Ja. De KBO die kikt ook al. Ja. Oké, bedankt voor het interview. Niks te danken. Ja, mijn beste kijkers, hier hebben mevrouw Tielemans. Henk is geridderd afgelopen week. Maar als vrouw zijnde, daar ben je hem natuurlijk heel veel tijd kwijt geweest, of niet? Nou ja, inderdaad. Er zijn wel wat avonden dat hij inderdaad niet thuis was. Maar op zich heeft dat ook wel voordelen natuurlijk. Want we kunnen zelf kijken op de televisie wat je zelf wilt natuurlijk. Maar hij plande mij inderdaad ook wel altijd in. Eigenlijk was het vanzelfsprekend dat ik meehielp met allerlei activiteiten waar hij actief in was. Ja, ja. Mooi. Een onvergetelijke dag geweest? Zeker te weten, ja. Prachtig. Ja. Dus echt genoten daar in Os en ook bij je. Ja, want het was een beetje een dubbel gevoel hè, natuurlijk met moeders erbij. Jazeker. Daardoor is het wel een dag geworden, toch met een gouden randje wel. Ja. Zeker. Nou, ja. Mooi, dik verdiend. Ik zeg, ga zo door, want nu kan hij niet meer stoppen hè, met even vrijwilligerswerk. Nee, hij gaat er gewoon mee door en dat is ook de bedoeling, hè? Toch? Ja. Oké. Nou, mensen uit Haar, jullie horen het. Dus Henk, die stopt niet, die gaat gewoon door. Bezoek onze Facebookpagina, onze website www.magistv.nl en ons YouTube-kanaal en word abonnee van ons kanaal. Bedankt voor het kijken, tot ziens en tot Magis.